Zowel het sportieve als de gezondheid. En natuurlijk het vele geld wat opgehaald wordt voor de terminale zorg. En zeker ook voor kankerpatiënten. U werkt bij het Alma Huis. Is dat ook een reden waarom u hier aan meedoet? Uiteraard, want het Alma Inlopershuis heeft heel veel te danken aan zowel de Almelopers. Vandaar ook dat wij de lopers in onze naam hebben zitten. Maar ook aan de Europa Run, waarvan wij veel geld in hebben gekregen voor zowel de opening als de inrichting. En wat ik persoonlijk zo goed vind aan de Europa Run is het goede doel wat voorop staat. Heel veel mensen verliezen een dierbare aan de gevolgen van kanker. En daarom is het ook goed om via dit sportieve evenement geld in te zamelen. Geld wat bedoeld is om onderzoeken te ondersteunen en de palliatieve zorg. Dus de zorg voor die mensen die in hun laatste levensfase zitten, wat te verzachten. En dat is super belangrijk en daarom vind ik dit zo'n belangrijk goed doel. Deze stad is ontzettend betrokken bij datgene waar de Europa Run om te doen is. De Almelopers, niet alleen onze sportverenigingen, maar ook de stad zelf, waar op tal van momenten in het jaar heel veel aandacht wordt besteed aan de strijd tegen kanker en de hulp voor mensen die die vreselijke ziekte hebben. En een van de motto's van de Europa Run zelf is: we kunnen leven aan de dag toevoegen en helaas geen dagen aan het leven. En het lopen van deze twee teams in die halve Europa Run die vanaf Almelo start is een geweldig blijk van de betrokkenheid die we hier in de stad hebben. Dus ik wens ze allemaal heel veel succes voor ondanks dat het een halve is, nog steeds een enorm lange loop. En ik wens ze heel veel succes.